Vandaag besefte ik mij dat ik, sinds ik de laatste setup tour hashtag nog wat gedaan heb, dat is alweer een jaar of anderhalf jaar geleden, heb ik helemaal niks veranderd. Het enige wat ik heb toegevoegd is deze ledstrip. Je ziet niet eens. Ik vond het dus tijd om een paar aanpassingjes te maken. En twee dingetjes ervan, dat waren mijn muis en toetsenbord. Die ik uiteindelijk wel wil veranderen. Dat zou ik dus eigenlijk vandaag gaan doen. Dat ga ik dus eigenlijk nu doen. Jullie zijn allemaal waarschijnlijk wel bekend met de term slijtage. En laat het me je vertellen, het gebeurt ook in een setup. Take it away. En als ik er zo over nadenk, staan er eigenlijk best wel wat veel nieuwe dingetjes. Ik heb nu een extra sound dingetje. Dit is ook gewoon voor aesthetics. Ik weet niet eens of het werkt. Wat ook nieuw is, is dit bed. Het is wel eerst een bank. Als je dat de vorige aflevering wil zien, dan zit er een linkje in het doek van het scherm nu. De kast weer. Er staat nu bovenop de kast. Staat een schouderstatief van een unknown merk. Ik weet het merk echt totaal niet. Het is niet een setje. Ik had het zelf allemaal bij elkaar moeten sprokkelen. Maar verder, it does the job. Perfectly fijn. Ik heb nu een GoPro-sectie in de eerste vak van de kast. Dat was eerst een Rift S van Oculus. Die heb ik nu verkocht. Ik heb nu twee helmen eigenlijk. Dat is eigenlijk twee helmen. That's it. Er zat een GoPro-sensor. Een Oculus-sensor in. Dan gaan we naar de volgende kast. Er is volgens mij ook wel wat aangepast. Wat edelstenen die ik uit een oude kist gesprokkeld heb. Dat was altijd al zo geweest. Dit is ook altijd zo geweest. Er staat nu een TWCS throttle. De drone. Nog steeds hetzelfde. En dan heb ik nog steeds de Oculus Rift. Die ik gewoon nog steeds hou. Ik vind hem chill. Dus why not? Een beetje een oplaadstation. Dus no biggie. Gaan we terug naar mijn setup zelf. Niks nieuws. Eigenlijk. Ik heb een nieuwe achtergrond. Maar wat vooral nieuws is dit. Deze muis en dit toetsenbord. Verder, ik heb een beetje custom dingetjes erop toegepast. Verder is er niks nieuws. Gaan we nu even verder met de dingetjes die aan het degraden zijn. Een van de grootste dingen waar ik mee zit is dit. Check it out. This cheap ass microfoonarm ding heeft mijn bureau gesloopt. Dit. Het heeft gewoon mijn hele bureau aan het plat geduwd. Het is nog steeds bezig. Het wordt nog steeds erger. Dus ik moet er nog iets op vinden, maar I don't know what. Kijk, zo hoort het te zijn. Mooi glad. En op de achtergrond staat ook weer Premiere Pro open, dus yes. Het andere toegevoegde is dit, wat jullie in het intro niet zagen. Een nieuwe ledstrip. Heel speciaal. De volgende wear and tear is dit dingetje. Dat is een voor mijn Ethernet. Nou ja, dat is weer zo'n cheap ass box die gewoon niet werkt. Het valt vanuit elkaar. Dat was mijn setup video van dit jaar, 2021. Zoals je ziet was er niet heel veel veranderd, maar het nodige is aangepast. Toetsenbord, muis, alle huppel de pup. Vond je nou een leuke video, laat het even weten met een duimpje omhoog. En als je nog meer wil zien, klik dan op het abonneerknopje. En vergeet het belletje ook niet natuurlijk. Dan zeg ik jullie voor nu gedag en dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei.